Dennis is vandaag weer gewoon aan het werk als sportinstructeur in een sportschool in Spijkenisse. Maar echt soepel gaat het nog niet. Ja, ik heb veel spierpijn. Ja, gisteren kon ik amper lopen, maar vandaag gaat het eigenlijk nog wel de goede kant op. Dennis had de afgelopen maanden getraind voor de 10 kilometer, maar aan de start ging het zondag mis. Er staan er twee rijen voor je. De ene rij links en de ene rij rechts. En dan moet je bij een rij aansluiten, want er wordt opgeroepen dat het over 1 minuut gaat starten. Je maakt je een beetje zorgen, je raakt een beetje in paniek. Je maakt de keuze om bij de rij links aan te sluiten. En vervolgens was dat dus eigenlijk de marathon die al van start was gegaan. En de 10 kilometer die dus rechts van mij stond, wat ik toen de tijd nog niet wist, die ging een hele andere kant op, terwijl ik met de mensen van de marathon meeliep. Ja, en wanneer had je door van ik zit in het verkeerde parcours? Na ongeveer 1,5 kilometer had ik het door. Dat ik zag ik op de startnummers van de mensen om me heen staan. Rotterdam 14 en bij mij stond er op 10 kilometer loop 2014. En toen merkte ik dat er iets niet helemaal snor was. Teruggaan had geen zin, want Dennis kon niet meer op het 10 kilometer parcours lopen. Hij besluit dan ook door te zetten. En het lukt hem, de volledige 42 kilometer en 195 meter in iets meer dan 4,5 uur uit te lopen. De medaille krijgt hij ook, maar niet gegraveerd. Dat gaan we even oplossen. Ik vroeg me eigenlijk af of u de tijd en mijn naam in mijn medaille kon graveren. Ja, maar dat kan. Dat is geen probleem. Maakt u dat vaker mee, dat ze komen om een medaille van de marathon te laten graveren? Ja, we maken vaker. Graveren we medailles van de marathon. Ik heb het al eens een keer eerder gedaan, vorig jaar en het jaar daarvoor. Zo, kijk eens. Daar is die. Hallo. Met je naam. Heel dag omhouden, hè, nu. Heel de week, hoorde ik. Oh, heel de week hoorde ook nog. Heel de week, hoorde ik zou het zeker doen. Dankjewel. Ik zou het zeker doen. Hey, succes.